Jaarlijks wordt Kom in de Kas georganiseerd. Op deze dagen kunnen mensen in het hele land verschillende kassen bezoeken. Kom in de Kas is een evenement dat verschillende kwekers hun bedrijf openstellen om de consument te laten zien wat er allemaal gebeurt onder glas. Wat mensen kunnen zien is groei, bloei, ontwikkeling van de plant. Qua zaad of qua stekmateriaal uitgroeien tot een volwassen afleverbare plant die richting tuincentrums of andere verkooppunten gaan waar de consumenten gaan kopen. Maar ook laten we zien hoe er opgepot wordt, de automatisering, andere activiteiten die er zijn tijdens komende kas. Is dat we springkussens hebben, dat er koks te werk zijn op bedrijven waarin de consument kan zien wat er met de producten kan gebeuren. Tijdens met komkommers, met courgettes. En er is een mogelijkheid voor versnapering. En wat voor kassen doen hier aan mee? De kwekerijen die eraan meedoen is verschillend. Het heeft met glastuinbouw te maken. Dat betekent groenteteelt, snijbloementeelt en popplanten en perkplanten. U bent eigenaar van handelskwekerij M. Krechting. Wat voor bedrijf is dit? Ja, dit is een familiebedrijf. Het bedrijf die is ontstaan in Gent voor 84 jaar terug. Sinds 1 jaar zitten we hier in Bemmel. Ja, wij kunnen hier van alle soorten geraniums zien, zowel groene geraniums in verschillende potmaten, de normale cultuur, de bontbladige geraniums in verschillende potmaten. Maar daarnaast kweken wij ook nog stekperkgoed, zoals verbena's, lobeliaatjes. Wat doen jullie bij Mea Vota? Nou, we zijn hier een tuinbouwmuseum en wij werken ongeveer met 35 vrijwilligers. Proberen een druiventeelt in stand te houden. De kassen buiten, dat zijn 4 druivenkassen nog en een groentekas. Achterin hebben we een museum met allemaal oude materialen die ze gebruikten hoe vroeger de kassen geteeld werden. Wij proberen zoveel mogelijk trossen druiven te verkopen en daar bestaan we dan een beetje van. En wat daar over is, daar maken we de wijn van. En de wijn is helemaal huisgemaakt? Ja, de wijn dat maken we helemaal op een normale, ouderwetse, natuurlijke manier. Net zoals ze in Frankrijk wijn maken op een boerderij. Die kunt u zondag kunt u allemaal zien en u kunt de wijn proeven. Nou, wat wij hier laten zien is dat wij geïnvesteerd hebben in een spuitgietrobot. Dus die laten we ook lopen, dat dus mensen kunnen zien wat een spuitgietrobot is. Nou, de opening is ook hier van Kom in de Kas. Dat wordt, ja, ik weet ook niet wat er allemaal moet verwachten. Maar de burgemeester komt, als het goed is, van gemeente Lingewaard. En nog een speciale gast, wat komt weet ik niet, is een verrassing voor mij. De mensen kunnen terecht op de website van Kom in de Kas. En daar is alles te vinden van wat er gebeurt en de routes en de openingstijden. www.kominkas.nl